Marit Leestra heeft zaterdag een bronzen medaille overgehouden aan de duizend meter bij de eikafstanden afstanden in Colonna. Op dezelfde afstand bij de mannen speelden de Nederlandse mannen geen rol van betekenis. Bij de vrouwen moest Leestra het goud aan de resinier Ekaterina Shikhova laten. De Oostenrijkse Vanessa Herzog legde beslag op het zilver. Lotte van Beek, die vrijdag nog knap de 1500 meter op haar naam schreef, eindigde als vierde. Ze reed net als Leestra 1.15,74. Maar bleek uiteindelijk 8000ste langzamer. Leestra pakte op de 1500 meter ook al brons. Schickhova en Heishoog reden in de voorlaatste rit tegen elkaar en doken met respectievelijk 1.15,34 en 1.15,44 allebei onder de tijd van Leestra. Die op dat moment de eerste plaats in handen had. Een vijfde plaats was er voor de de Jong. De 24-jarige Nederlandse kwam in de slotrit tot een tijd van 1.16,34. Leestra. 28. Neemt volgende maand ook bij de winterspelen in pierre deel aan de kilometer. Irene Wust en Jorien Termors, die ontbreken op de Ek Colonna, zijn de andere rijdsters die Nederland vertegenwoordigen op die afstand. Later op de dag kwam zowel Thomas Krol, 4 in 10928 Koen Verwij, 7 in 10987 als Heinold Zerspeer, 8 in 10991 er op dezelfde afstand niet aan te pas. Ook hier was het goud voor Rusland, Pavel Kulinikov klokte 1.08,84. Het zilver was voor Kulinikovs landgenoot Denis Iurskov, 1.08,92. De Duitse Nicole eiste met een tijd van 1.08,95 het brons voor zich op. Verwij, die op zowel de 1000 als 1500 meter naar de spelen gaat, wist vrijdag ook al niet echt te overtuigen op die laatste afstand. Hij werd toen derde en klaagde na de hand over vermoeidheid.